Ginnemuiden heeft zich opgewerkt tot dé tapijtstad van Nederland. Want niet alleen in ons land, maar over de hele wereld lopen voeten over tapijt uit Ginnemuiden. In het streng protestante stadje aan het Zwarte Water zijn maar zo'n 100 werklozen. Dat is zo'n 5% en dat is in deze tijd een ongekende luxe. Waarom gaat het zo goed met Ginnemuiden? Komt het alleen door de goede ondernemers en het harde werken? Of is het toch iets anders? De bevolking zelf verklaart die welvaart vaak door de zegen die er rust op hun vlijtige handen. Uit deze zogenaamde tuftingmachine rolt per uur zo'n 100 meter kamerbreed tapijt. Genoeg voor 20 woonkamers. Een tuftingmachine is eigenlijk niets anders dan een superbrede naaimachine met honderden naalden naast elkaar. Die naalden steken allemaal lusjes door een onderdoek. Later worden die lusjes met lijm vastgezet. Dan nog een schuimlaag erachter en het tapijt is klaar. Zo wordt in Ginnemuiden het meeste tapijt gemaakt. Er staan ongeveer 60 tuftingmachines en daaruit kan per uur zo'n 5 kilometer kamerbreed tapijt rollen. Ondanks een nieuwe ontsluitingsweg hoort de pont over het Zwarte Water nog steeds bij Ginnemuiden. In ieder geval is het de mooiste manier om het stadje binnen te komen. Ginnemuiden is vaak geteisterd door stadsbranden. Daardoor is weinig moois uit het verleden overgebleven. Het gemeentebestuur sloeg door al die branden zo de schrik in de benen dat al sinds 1869 in de Achterweg, waar vroeger veel hooibergen stonden, ook op straat een rookverbod geldt. De bepaling staat nog steeds in de politieverordening, maar is nu toch niet veel meer dan een toeristische curiositeit. Zo door de week is het stil op straat. Dan werkt heel Ginnemuiden aan zijn welvaart. Het stadje telt in verhouding tot zijn 7000 inwoners een groot aantal miljonairs. Hoeveel precies, vertelt men in zijn nederige eenvoud niet graag. Die bescheidenheid wordt zo vaak getoond dat men als het ware pronkt met de eenvoud. Hoewel er vlak na de oorlog nergens kokos was te krijgen, pakte Ginnemuiden toch de draad van die kokosindustrie weer op. Een voorbeeld van de vindingrijkheid van de ondernemers daar. En vooral toen direct na de oorlog waren er geen gardens en kokosgardens waren helemaal nergens te krijgen. En toen zijn we van Ginnemuiden naar Rotterdam getrokken, naar de scheepvaart. En daar hebben we dus de trossen, die als min of meer niet meer gebruikt werden voor de scheepvaart, hebben wij daarop gekocht. En die werden hier in Ginnemuiden weer uitgerafeld. En er werden eerst weer de kokosmatten van gemaakt. En zo is Ginnemuiden na de oorlog weer begonnen in de kokosindustrie. En laat maar zeggen, het woord dat kan niet, dat bestaat in Ginnemuiden niet. Want als een Ginnemuiden zegt, het komt in orde. Nou, dan moet ook tallen van Ginnemuiden in moeten springen. Maar dan zetten ze er allemaal de schouders onder. Deze balen ruwe kokos komen uit India. Voor slechts één fabriek in Ginnemuiden zijn in India zo'n 5000 mensen aan het werk. De ruwe kokos kan worden verwerkt tot ruige matten, maar het garen kan ook eerst worden geverfd. De garens worden dan in een kleurbad gekookt. Thank you.
De kokosindustrie volgde de oude biezencultuur op. Maar de kokos zelf is op zijn beurt weer grotendeels verdrongen door het zachte tapijt. In een boek over de geschiedenis van Genemuiden kan de tapijtindustrie niet worden overgeslagen. Daarbij stuit je dan onherroepelijk op de vraag waar Genemuiden nu precies die welvaart aan te danken heeft. De Genemuiden ondernemer is een vent die op een gegeven moment hard werkt en bereid is om alles aan te pakken. Daarnaast is die nuchter. En ik denk gewoon dat het belangrijkste is dat hij de problemen die op hem afkomen inventief benadert. En dat hij op een gegeven moment snelle beslissingen neemt waarbij ambtenarij en bureaucratie aan de kant worden geschoven. Het heeft, naar mijn overtuiging, ook te maken met een geestelijk klimaat. Gemeente als Genemuiden heeft een duidelijk calvinistische achtergrond. Dat drukt een stempel op de gemeenschap. Calvinisme heeft toch zicht gegeven na vele eeuwen op de verantwoordelijkheid van het individu. Dus hard werken, verantwoordelijkheid dragen en je plaats in de maatschappij op een goede wijze vervullen. Dat heeft ook alles te maken met een goede instelling. U zegt het geloof heeft er duidelijk mee te maken. Ja, ik ben ervan overtuigd dat de diepe achtergrond is dat mensen vanuit die geloofsovertuiging vertrouwen hebben op de Heere God en daarom ook durven ondernemen en vertrouwen dat als zij hard werken, een goede inzet tonen, dat ook gezegend zal worden. Ja. U zegt in Genemuiden nog wel eens, er rust zegen op, hè? Ja, men ervaart dat heel duidelijk als de zegen, als wij ons goed inzetten. Dat is ook datgene wat de Bijbel ons leert, van dat we onze taak moeten verstaan, onze plicht moeten vervullen, onze roeping moeten zien ten aanzien van de samenleving, van ons dagelijks werk, dan zal daar ook zegen op rusten. Ja. En u zegt ook min of meer, zonder die zegen lukt het niet. Nee, dat is dan ook de ervaring van veel mensen. Als je in ons land kijkt, en ik geef even weer wat dan de mening is hier, dan rust daar kennelijk vaak geen zegen op. Dit bedrijf ontwikkelde vanuit de traditionele vloermat technische matten van kunstvezel voor de waterbouw. Een technisch hoogstandje is deze zogenaamde Jumbo-mat voor de Pijlerdam in de Oosterschelde. Daarin worden staaldraden verweven, zodat deze mat maar liefst 80 ton trekkracht per meter kan verdragen. Deze Jumbo-mat is de drager van de dikke filtermat die op de bodem onder de pijlers van de stormvloedkering is gelegd. Nu gaan de Genemuidermatten het water in en vroeger kwamen de Genemuidermatten uit het water. We hebben het dan over de biezenvelden aan de monding van het Zwarte Water. Daar snijden de bewoners al meer dan een eeuw lang biezen om er matten van te maken. Het bekendste product was de van gevlochten biezen vervaardigde Genemuidermat. Lange dagen, hard werkend, verdiende men zo dankbaar het dagelijks brood. Oude filmfragmenten geven een beeld van dit schier eindeloos zware werk.
Harm. Harm. Dit was het begin van de tapijtindustrie, hè? Ja, Genemuiden is begonnen voor 90 jaar terug ongeveer in de biezenindustrie. En van de biezenindustrie zijn de matten gekomen. En van de matten van de biezen zijn dus de kokosmatten weer gekomen. En van de kokos is min of meer de latere jaren na de oorlog zijn de tuchtingmachines gekomen. En dat heeft hier in Genemuiden echt de overhand genomen. Dat, u kunt wel zeggen, Genemuiden is de tapijtstad van Overijssel. Van heel Nederland, dacht ik, hè? Nou, dat kan er ook wel zo zachtjes aan bij je gezegd worden, want in Genemuiden worden niet per meter, maar wordt meer per kilometer gesproken over tapijt fabriceren. Zeg maar, biezen zie je nog weinig. Waarom houden jullie die biezen? Nou ja, wij hebben dus, ons bedrijf is voor een 80, 90 jaar terug ontstaan door de biezen. En mijn vader, die is niet meer, maar we hebben mijn vader min of meer beloofd op zijn sterfbed dat we de biezen, zolang als de biezen groeien, zouden we die aanhouden. Dus jullie doen de biezen niet weg? Wij hebben als broers besloten dat de biezen blijven bij de firma De Lange intact. Zo wordt een Genemuider mat gemaakt, hè? Precies, ja. Hoe lang heb u dat gedaan? Nou, minstens 40 jaar. Werd het op de duur niet ontzettend vervelend? Nee, ik had het met alle liefde nog gedaan. En toen keek ik ook als de fabrikant bij me kwam, dan hangen. Jan, ja, die was een hand met de deur waar ik was. Die mat moet klaar. Nou, dat deed ik dat. Hoeveel matten heb u gemaakt? Dan kan ik er vol. Die kan ik er weer vol. Mevrouw Jansen, ja, meneer. Even vragen. Hoeveel meter van die vlechten hebt u gemaakt? Hoeveel? Ja, dat kan ik niet zeggen, want ik deed 5 dagen, dat is dan 300 meter per dag. Nou, en dat heb je jaren, dan misschien wel 40 jaar. Je bent nog niet verleerd, hè? Nee, je bent nog niet verleerd, hoor. Ik moet het ook echt raden. Hoe lang waren die vlechten? 100 meter bos. En in de slechtste tijd, wat kreeg u er dan voor? 35 cent heb ik gehad. Maar het was typisch vrouwenwerk, hè? Het was allemaal vrouwenwerk. Man die deed dat niet zoveel, hè. Was er meer? Dat kon je niet zo lang verdienen. Dat kon je niet. Nou ja, je moest het apart verdienen. Dat is niet zo. Het tapijtmaken van nu is een direct vervolg op de biezenmatten van vroeger. En wellicht zit het doorzettingsvermogen van die oude biezensnijders de huidige ondernemers nog in het bloed. In ieder geval heeft hij de haast waarmee vroeger werd gewerkt overgenomen, want hoe sneller, hoe beter. Wij kunnen niet zo lang wachten. Dat is onmogelijk. Nou, en daar zijn ze al een beetje op ingesteld. Dat is ook een van de, dat is ook de kracht, denk ik. Dus denk ik, dat is dat de kracht hier van Genemuiden. Als hier iets snel gebeuren moet, dan kan het heel snel zelfs. Dan duwen ze alles wat in de weg staat. Dat duwen ze omver en dan moet het gebeuren. Ja, dat is. En dat gebeurt. Dat gebeurt wekelijks, laat ik het zo zeggen. Ja. De Genemuiden ondernemer werkt heel snel en beslist heel snel. De bankier wil ook heel snel. Alleen, die heeft wel gegevens nodig en ook tijd om het plan te kunnen beoordelen vanuit zijn verantwoordelijkheid.
Gaat het nu alleen om hoeveel geld hij in zijn onderneming heeft, of gaat het ook om zijn betrouwbaarheid, zeg maar, wat hij gedaan heeft? Telt dat mee? Die speelt heel erg sterk mee, want een bedrijf kan nog zo goed draaien, kan nog zulke goede cijfers hebben, maar de ondernemer, die moet het wel doen. Dus de betrouwbaarheid van de ondernemer is een heel belangrijke factor voor de bankier in het algemeen. Het zijn allemaal familiebedrijven, dat laat me zeggen. Ja, ik kom vaak s'avonds soms thuis, dat ik een papiertje leg bij de telefoon. Arm, vanavond om 7 uur hebben we even een vergadering. En dan zitten we met de hele familie even om de tafel. En dan zitten we ook geen uren, maar nee, een uurtje en zijn we weer vertrokken. Ja. Maar dan worden er beslissingen genomen die over enorme bedragen kunnen gaan, hè? Nou, dat zijn tonnen, durf rustig zeggen, laat maar zeggen. Want zoals deze fabriek overplaatsen, dus er moest een industrieterrein aangeschaft worden. Er moest een nieuw hal gezet worden. Er moesten 2 verwarmingsketels komen. Nou, dat was echt geen kleinigheid. Met het overbrengen van deze fabriek concentreert de tapijtindustrie zich nog meer in Genemuiden. In dit bedrijf worden kunststofvezels geverfd. De draden worden daarvoor eerst tot lange stroken gebreid. Die worden dan bedrukt en daarna worden die gebreide stroken weer uitgehaald en opgespoeld. Zo op het eerste gezicht een werk zonder eind. Nou, ik zeg altijd, Genemuiden, de mensen in Genemuiden die werken, dat zullen ze natuurlijk overal in Nederland ook wel doen. Maar Genemuiden is toch de jongens die willen aanpakken. En ik heb altijd gezegd, het is het Taiwan van Nederland. En wat bedoelt u daarmee? Wij maken kwaliteit, we zijn niet te duur. En zodoende kunnen we overal een plek in de wereld krijgen om overal voeten aan de wal te krijgen. Je hoeft jezelf niet in de borst te klappen, maar in ieder geval, het is wel zo. Genemuiden. Ik hou van Genemuiden en ik ben zelf ook een echte ras-echte Genemuidiger. En ik vind, als een Genemuidiger wat wil, dan gaat hij er gewoon voor 100% achter staan. En dat is ook heel wat waard. En dat is de sleutel van het succes? Als je met die hele ziel erachter staat, dat is volgens mij ook de sleutel van het succes van Genemuiden.